Op vrijdag 19 april ontvingen 17 cursisten van de Kappers A-opleiding, aangeboden via het project Wroko Fu Mik Money, hun certificaat. Minister Stephen McAndrew prees hun inzet en motivatie tijdens de uitreiking en benadrukte het belang van de samenwerking met Twins Kapsalon voor de opleiding. Hij moedigde de cursisten aan om kwalitatief werk te blijven leveren en genderstereotypen te doorbreken. Andere sprekers, waaronder de eigenaar van Twins Kapsalon en vertegenwoordigers van de SAO, spraken ook hun waardering uit voor het succes van de cursisten en de samenwerking. President Santokki heeft tijdens zijn staatsbezoek aan China ook het bedrijf Huawei bezocht. Huawei benadrukte haar inzet voor de Surinaamse ICT-markt en samenwerking met lokale partners sinds 2009. Beide partijen bespraken samenwerkingsgebieden zoals ICT, connectiviteit en talentontwikkeling. President Santokki sprak zijn plannen uit voor een digitaal Suriname en Huawei bevestigde haar steun. Het ministerie van Economische Zaken heeft de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 20 april tot 3 mei 2024 bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 37 SRD en 45 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 41 SRD en 55 cent betaald worden. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie.